Danny moet ook even volhouden nog. Hij is werkzaam bij het ICT-bedrijf CIMAC in Veldhoven en hij zoekt nieuwe collega's. Engineer zorgt ervoor de implementatie tot aan het beheren van de klantnetwerken. Dus wat houdt dat in? Installatie van servers, plaatsen van netwerkcomponenten. Betekent dat veel achter de computer zitten? Ja, het is vooral monitoren wordt in het controlcentrum gedaan, het CIMA controlcentrum. De uitvoer zelf gebeurt altijd achter de computer. En met enige regelmaat, wanneer zaken bijvoorbeeld niet opgelost zijn, moeten we on-site naar de klant toe. Wat voor karaktereigenschap moet nou eigenlijk een collega hebben om jouw werk te kunnen doen? Flexibele instelling. En gedreven natuurlijk. Waarvoor moet je flexibel zijn dan? Het is toch alleen achter de computer zitten? Ja, bijvoorbeeld de weekendwerkzaamheden. Oké, dus ook al is het achter je bureau zitten, het is geen van 9 tot 5 baan? Nee, absoluut niet. Nee, als engineer ben je dus gewoon verantwoordelijk voor de klantnetwerken. En klanten en de serveromgeving. En onderhoud kan haast nooit niet overdag plaatsvinden. Dag Danny, met Ton van der Linden. We hebben denk ik een probleem met de server. Ik denk dat die opnieuw opgestart moet worden. De klant wil de server herstart hebben. De server is niet meer bereikbaar. Dus we gaan nu naar kijken van wat het probleem is. Nu heb ik gehoord dat CIMAC zichzelf top ICT-werkgever mag noemen. Is het heel erg top om hier te werken? Ja. Het klinkt natuurlijk wel als een verkooppraatje, maar het is gewoon een ontzettend gezellige werksfeer. En ja, het is gewoon heel uitdagend werk en variërend werk. Je ziet het, zo zit je achter je computer een plan van aanpak te schrijven. En zo moet je, zoals het nu naar uitziet, misschien dadelijk onderweg naar een klant toe. Het ziet er naar uit dat ik het vanuit deze kant niet op kan lossen. Ik ga nu naar de klant toe. Ik ga de klant informeren dat ik eraan kom en dan gaan we het onderdeel vervangen. Ik ga het probleem oplossen in de serverruimte. Dan kun je zo weer verder vooruit. Oké. Ja? Nou, Danny, bedankt prima. Voor de service. Bedankt. Oké, prettig weekend. Oké, hoi.